Dinsdag 25 augustus vond de slotetappe van de Eneco Tour plaats in Amersfoort. Een tijdrit met de beste wielerploegen ter wereld. De start van de tijdrit in Amersfoort was op het Eemplein, de finish op de Stadsring. Het parcours van de tijdrit ging door de binnenstad en het Vermeer, Berg en Leusdenkwartier. Vooral de Stadsring nam een prominente plaats in het parcours in. Duizenden mensen stonden langs de kant de renners toe te juichen. Hier hebben we denk ik een hele goede koers gereden. De mannen zijn erg goed in vorm. We hebben zeer agressief aanvallend gekoerst. We hebben ons echt laten zien. We hebben goede tijdritten gereden, een goede proloog gereden in dit geval. We zijn eigenlijk heel erg tevreden, alleen jammer dat een overwinning ontbreekt. Het is leuk. Het is voor de verandering eerste keer voor mij dichterbij als een normale koers. Ik heb er niet veel van gezien eigenlijk. Als het geregend had, was het niet zo een gelukkig parcours denk ik. Amersfoort, oké. Een paar op de rustig, geen risico's genomen.